Wat moet je weten over Leopold III? Leopold III is na Albert I gekomen, ja? Maar na Wereldoorlog 2... Nee, ja, na Wereldoorlog 1. Ja, yeah. Maar na Wereldoorlog 2 is koning Boudewijn hem opgevolgd. Toen hij 20 jaar was, dat was nog geen koning. Dat was de koninklijke prins. Leopold III had gecollaboreerd met de Duitsers. Ah, ja, dat is een kwestie. De koningskwestie. Hij had Hitler bezocht, handje gegeven aan Hitler. Hij had ook de wet overtreden door te trouwen met Lillian, prinses de Réti, prinses de Mefes natuurlijk. Dat was de dochter van de gouverneur van West-Vlaanderen. En hij is daarmee getrouwd... voor de kerk, voordat hij voor de wet getrouwd was. Kom dat eens. De Belgische wet zegt dat je eerst voor de wet moet trouwen, maar ook voor de kerk trouwen. Wat hebben ze voor Leopold III gedaan? Als ze gezien hebben dat Lillian in verwachting was, heeft kardinaal Van Rooij direct gezegd, ik zegen u, je zegt getrouwd. Daarna is hem getrouwd in volle oorlog met Lillian. En het is dat de mensen hem kwalijk genomen hebben, terwijl iedereen nog in de kampen zat in Duitsland, dat hij het galala deed, dat hij ging golven, in knokken, met lippes. Na de oorlog is hij, ik denk, naar Zwitserland gegaan. En dan is er een volksraadpleging geweest of hij mocht terugkomen, koning zijn. En de Vlamingen hebben meerderheid gezegd ja. En de Walen hebben meerderheid gezegd nee. Hè. Walen waren met minder. Nog steeds. 40% van de bevolking heeft gezegd, hij mag geen koning meer worden. Ah, wel, hij is geen koning meer geworden. Hè. En dan heeft Achille van dat was de eerste minister. Die heeft verteld dat koning Boudewijn ontmaagd is door zijn stiefmoeder prinses Lillian in een treincompartiment. En dat hebben ze natuurlijk stilgehouden. Hè? Wacht eens, ik ben een beetje... Ja. Was Leopold III een nazi? Leopold III stond goed met Hitler. Hij is niet in het verzet geweest. Hè? Hij is niet gelijk zijn vader die gevochten heeft tegen de Duitsers. Direct na 10 dagen heeft hem zich overgegeven met als gevolg dat de Franse troepen en de Engelse troepen omsingeld waren en dat het daar heel weinig geschold heeft in Duinkerken. Hè? Omdat Leopold III zich overgegeven had. Hij zei, ja, we gaan niet sterven voor de Fransen of voor de Engelsen. België was neutraal. En dan in de oorlog heeft hij er goed van geprofiteerd. Hij heeft Lillian in verwachting gezet nadat zijn eerste vrouw omgekomen was bij een auto-ongeval. Hij reed in Kusnach. Is er een auto over kop gegaan. Hij had een ontwrichte schouder. Koningin Astrid was dood. Hij is rap getroost geweest door Lillian Baals. En dus zij was de stiefmoeder van Boudewijn. Zij was de stiefmoeder van Boudewijn. Zij was de moeder van prins Alexander. Alles voor mij en niks voor een ander. En Boudewijn was een manneke van 10 jaar. En Lillian was een heel mooie vrouw. Een bitch van een vrouw. Het was wel een West-Vlaamse, maar een dikke Frans Kiljonsen. Ze wou met personeel geen Nederlands spreken. Een dikke bitch. En dan heeft ze koning Boudewijn ontmaagd in een treincoupé. Die jongen is daardoor zo getraumatiseerd dat hij in het klooster wou treden. Die zei, nee, ik wil trappist worden. Ik ben een heilige mens. Ik wil boete doen voordat ik ontmaagd ben door mijn stiefmoeder. Ik had dat nooit moeten doen. Ik had nooit mogen in haar ejaculeren. Ik wil boete doen. Ik wil trappist worden. En dan hebben ze gezegd, we zullen het klooster naar u brengen. En dan hebben ze Fabiola Mora di Aragon gezocht in een klooster in Spanje. En ze hebben gezegd, jij moet de koning van België gaan helpen. Maar dat heeft geklikt. Ja, maar niet genoeg. Ja, jawel, jawel, want ze heeft 3-4 keren een buitenbaarmoederlijke verwachting gehad. Buitenbaarmoederlijk met de post? Nee. In de Sint-Janskliniek was dat. Dat was dokter De Muilder, haar gynaecoloog. En die hield dat bij. En die telefoneerde naar het hof. Nu moet er opkruipen. En dan deed Boudewijn dat, hè. Want dat was een zeer plichtsbewuste koning, hè. Hij was er niet voor. Ze baden samen, hè. Maar als dokter De Muilder belde, dan moest koning Boudewijn zijn broek afdoen. Allemaal officieel. Als ik het goed begrepen heb, moet Leopold III zich verontschuldigen bij Engeland en Frankrijk voor Wereldoorlog 2. En moet het hele koningshof zich verontschuldigen bij de Vlamingen vanwege de koningskwestie. Ja, het leger had zich kunnen terugtrekken en ze had hetzelfde kunnen doen gelijk in 1418. De sluizen openzetten. Dan hadden de Duitsers niet langs daar naar het noorden van Frankrijk kunnen opbrengen. Nee,
maar hij heeft zich overgegeven aan de Leyen. Hij heeft gezegd, ik wil niet dat er Belgische soldaten sneuvelen voor de Engelsen en de Fransen. Voilà. De Leyen, dat ging de Duitsers niet tegenhouden. Ze hadden al hele Holland ingenomen. Wij hebben een 10-daagse veldtocht gehad. De Hollanders, die hebben 2 dagen uitgehouden. Ik dacht dat het geen 24 uur was. En dat is hun grote frustratie. Het is daarom dat ze zo tegen de Duitsers zijn. Hè? Want de Hollanders waren nooit verslagen geweest. Dat was een piratenvolk. Wij hebben veroverd de Zilveren Vloot. Dat waren piraten. Die hadden Indonesië. Die hadden heel veel kolonies. Die hadden zelf Napoleon verslagen. Hè? Die hadden meegevochten in Waterloo, hè? Tegen het Frans leger. Dus die voelden zich ongenaakbaar. In 1418 waren ze neutraal gebleven. Ze hadden niet meegedaan. 2 dagen. Wat heeft het 2 dagen geduurd? De Duitsers hebben een keer enkele bommen op Rotterdam gesmeten en het was gedaan. Het ging hier over de koningskwestie. De? Koningskwestie. En de koningskwestie was dus of dat de koning die dan in ballingschap was in Zwitserland mocht terugkeren en koning blijven. Dat is de enige keer dat er een referendum gehouden is in België. In het referendum heeft de meerderheid van de bevolking gezegd ja, hij mag blijven. En de Walen wilden niet. Daar is een kleine opstand geweest. Er zijn zelf enkele doden gevallen. En dan, om alles te kalmeren, heeft de koning troonsafstand gepleegd voor zijn minderjarige zoon, die dan de prins-regent werd, totdat hij 21 jaar was. En dan kreeg hij een grotere kepie en grotere madolles aan zijn lijf. En dan werd hij koning Boudewijn de Eerste. Die ik nog persoonlijk uitgemaakt heb voor Impotentius de Eerste. Maar dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we u lezen. Dat doet me met laserstralen.